Zwieren en zwaaien wordt mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden en het Markiezenhof. Are you ready? Welkom bij aflevering 6 van Zwieren en Zwaaien. We gaan er weer tegenaan vandaag. Veel plezier. We maken elke dag een programma over de Tilburgse kermis. Maar wat willen de kijkers nou eigenlijk zien in zo'n programma? Dat gaan we eens vragen. Wat erin te zien moet zijn? Jeetje, zeg maar een moeilijke vraag. Ja. hoe kom je erop? je moet natuurlijk iets van de kermis kunnen zien. Hè? Wel leuke attracties, spannende attracties. Soms is een nostalgische kermis wel heel erg leuk om te zien. Grote attracties, veel mooie attracties die veel uitstraling hebben en ja. Ja, het gaat natuurlijk om de sfeer, hè? Daarom ga je naar de kermis. Ja. Ik vind dat het te zien moet zijn waar de leukste kermissen zijn en wat de leukste attracties zijn. Ja, dat vind ik ook. En waar en alles staat en hoe de attracties gaan en zo. Plezier, dat moet het te zien zijn. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, tuurlijk, kermis en plezier. Ik denk de diversiteit, dus zowel 's middags als 's avonds en een beetje zowel voor kinderen als volwassenen. Die toren, deze. Oh, jullie zijn er al in geweest? Ja, die vrije val. Okay. Ja. En wat moet er volgens jou te zien zijn in het tv-programma over de kermis? De katapult. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Geen idee, geen attracties of mensen? Of... Ja, een achtbaan die over de kop gaat. Dat is wel leuk hoor. Wel, lol. Zeker lol. Of we zijn hier voor niks.
Lol om dingen te winnen, lol om in de kermis te gaan. Ja, sfeer vooral. Sfeer. Reclame dat de mensen naartoe komen. Dat is belangrijk. Vooral de attracties en hoe dat ze gaan en zo eigenlijk. Wat er te zien moet zijn in de, over de kermis, programma. Alles een beetje toch? De rollercoaster, spannend, botsauto. Nou, deze attractie zit toevallig vandaag in onze uitzending. Oké, mooi toch? We zijn goed bezig, hoop ik. Ja, jullie zijn heel mooi bezig. Oké. Ja. Nou, dan wens ik jullie veel plezier. Jullie ook. Oké, nou zijn we dus bij de andere kant van onze zaal en ik moet kijken even. Achter mij staat een prachtig reuzenrad en die heeft inderdaad in het midden de uitstraling van de zon. Ook dit reuzenrad is daadwerkelijk op de kermis. Is iets ouder als waar we net bij stonden. En het is gebouwd door een Belgische modelbouwer. Ik moet even denken, hij heet Jan, maar achternaam ben ik Jan Booijen. En ik wou Jan vragen hoe hoog precies zijn reuzenrad is, Jan. 2,30 meter. Is het 1 op 10 gebouwd of is het... 1 op 15. Jan, die bouwt al meerdere reuzenraden. Hij heeft er al een stuk of 5 gebouwd. En bij hem in de tuin vroeger stond een prachtig reuzenrad. En dat is er een keer omgewaaid, dacht ik, lang geleden. Maar wat we net gezien hebben, het andere reuzenrad. En hij, dat zijn twee concurrenten van elkaar natuurlijk. Jan zegt altijd, ik heb het grootste. Mocht de andere nog groter worden, dan gaat Jan weer opnieuw beginnen. Dat is echt een reuzenradbouwer. We gaan dadelijk even kijken naar andere attracties van Jan. Hij bouwt op zijn Bels. Beneden hebben we al gezien de mooie molen van jou. Dat is echt een Belgische molen. Een galoppeermolen is dat eigenlijk. Ja. En dan kun je dan het verschil zien tussen een Nederlander en de Belgische kermissen. Daar is toch een wezenlijk verschil in. Van vroeger? Van vroeger? Ja, vroeger was het alleen maar draaimolen en Lunapark en meer was er eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk alles van vroeger. Nu, dit is natuurlijk ook weer nostalgie en dat leeft en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En mijn kleinkinderen vinden het ook heel leuk. Hier moesten ze zelf op een beurt wachten om de wagentjes vol zaten. Dus dat is echt genoeg, denk ik zo. Ja, het is populair. Ja, ik vind het ook. Ik vind het leuk. Met mijn vader in het reuzenrad. Dat was een hele leuke herinnering. Hij voelde zich heel erg verschut. Dus, ja. Hoe kwam dat? Ja, omdat er collega's van hem langs liepen of zo. Die zagen van Ton Zegelink in het reuzenrad. Ja. Dit, hè, nostalgische kermis, hè, zo was je vroeger. Hè. En dat was heel leuk. Ja, en een beetje ouderwets. Hè. Dus het is nu voor u eigenlijk weer oude tijden herbeleven? Ja, oude tijden herleven, ja, inderdaad. En wat vindt u nu van de kermis zoals die nu is? Ja, het is heel modern. Je moet gewoon met de tijd meegaan. En sommige attracties, die ene die zo ontiegelijk hoog is. Het is eigenlijk echt zoiets van hoe simpel is het eigenlijk om recht omhoog te gaan, maar trekt mensen. Ja, en ik vind het gewoon leuk. En je moet gewoon met de tijd mee. Dus ik geniet ervan. Ja. Mooi zo. Dan wensen wij jullie nog veel plezier. Ja, dankjewel. Dat zal wel lukken. We zijn weer aanbeland bij de brievenbus, nummer 6 alweer. Dus we gaan weer gauw verder met jullie berichten. We hebben er weer een aantal gehad. Eerst eentje van Bart van Iersel. Die vraagt, of die zegt, hoi Edwin, je bent een super presentator. Groetjes van het YouTube kanaal van Bart van Iersel. Nou, dankjewel Bart, dat hoor ik niet elke dag, dus dankjewel.
Dan het volgende is van Sjoerd Karto. Die vraagt, wat is jullie favoriete attractie op de kermis? En ja, alles is leuk natuurlijk. Maar ik vind de nostalgische kermis, ja, dus voor jong en oud leuk. Dat blijf ik dan toch wel het leukste vinden. Dan hebben we Park Reviews. Een gebruiker via YouTube. Gisteren voor de allereerste keer naar de Tilburgse kermis geweest. Was heel erg leuk. Het is er ook veel gezelliger dan bij ons op de Belgische kermissen, vind ik. Veel lachende mensen en vriendelijke exploitanten. Ik kom zeker nog terug de komende jaren. Alle filmpjes die ik opgenomen heb zijn binnenkort op mijn YouTube kanaal te bekijken. Dus ja, leuk. Dan hadden we een berichtje van Peter van der Wal. Die schrijft, ik was vandaag op de kermis in Tilburg en heb jou zien filmen. Dat kan, dat is toevallig, leuk. Doe jij nou alles zelf filmen en presenteren in regie? En met hoeveel mensen werken jullie aan het programma? Nou, wij zijn dit jaar met z'n tweetjes. Filmen doen we dus met z'n tweeën. En het presenteren doe ik dan. En de regie en het monteren, dat is het in elkaar zetten van de uitzending, dat doe ik allemaal. Maar ja, ik ben heel blij dat Valerie mij dit jaar meehelpt. Dankjewel. Dan gaan we weer verder naar de volgende. Dat is van mama Maribun. En die zegt, die had gereageerd op een van onze uitzendingen via YouTube. Daar ben ik ook geweest. Nou, dat is leuk. Wij zijn er ook elke dag. Dan gaan we naar Facebook. En dan hebben we een berichtje van Peter Hendricks. Die schrijft, beste Edwin, ik ben op Roze Maandag met mijn gezin in Tilburg geweest. Jammer van het weer. Vonden wij ook. Maar het was toch gezellig, ja. En geef de Tilburgse kermis een dikke 10. Groetjes Peter Hendricks vanuit Breda. Nou, dankjewel voor je berichtje. Het volgende is van Nick. En die schrijft, jullie zijn echt een heel goed programma. Nou, bedankt. Ik kijk dan ook iedere dag met veel plezier naar jullie YouTube kanaal. Succes met de komende afleveringen. Dankjewel, we gaan ons best doen. Dan ook nog via Facebook van Wim. Die heeft eerder deze week ook al een aantal keer iets gestuurd. Jammer dat het vandaag in Tilburg regende. En dat gaat dan over de Roze Maandag nog. Maar ik zag in deze aflevering dat het plezier er niet minder om was. Ga zo door. Nou, dat zullen we zeker doen. Dankjewel. Dan hebben we nog een aantal e-mails gehad. Ik zal ze er even bij pakken. Het eerste is van Baas Bots. Misschien kennen jullie hem wel. Die maakt elk jaar sinds 2012 een clip voor de Tilburgse kermis. Een muziekclip. En die had ons een berichtje gestuurd. Dus ja, bij deze eventjes reclame voor jouw clip, Baas Bots. Ja, als je op Google Baas Bots intikt, dan kom je er vanzelf wel uit. Dan vind je de clips wel. Dan hebben we ook weer twee e-mails gehad met de vraag of dat ik iets voor wil lezen. Dus dat zal ik eventjes doen. Weer een gaaf programma dit jaar. Echt leuk. Dat is van Thomas Verhulst. Zouden jullie misschien in de aflevering dit willen zeggen? Stefan is de beste koning van KD2 en Haivar is beter als Malzahn. Mike is de beste PvP'er en rekte Windows nog iets. En Flying Flam is gekke hertog en Ilona hakt. Nou, bij deze weer. Dan hadden we nog zo'n berichtje. Dat is van Athena. Hé, hey, wat een mooi programma zeg. Dankjewel. Zouden jullie dit wel zeggen? Koning MJ is een coole gozer en jullie moeten buigen voor Koning Arrow. Nou, buigen dus. Voor Koning Arrow. Dat waren deze berichtjes allemaal. Dan had ik nog één boodschap gekregen voor de kijkers van Zwieren en Zwaaien van John. Dus dat zal ik eventjes voorlezen. Lieve kijkers van Zwieren en Zwaaien, beste Edwin. Via deze weg wil ik jullie allemaal uit de grond van mijn hart oprecht heel hartelijk dank toezeggen voor de vele lieve en hartverscheurende reacties die ik heb mogen ontvangen vanwege mijn medische afwezigheid. Dank aan mijn naasten, familie, vrienden, bekenden, sponsoren, collega's en betrokkenen. Het zijn er heel, hè? Het zijn stuk voor stuk opbeurende berichten die ik krijg waar ik steeds weer een heel klein beetje kracht uitput. Nou, dat is fijn, John. Nogmaals heel veel dank hiervoor en ik hoop dat we elkaar heel snel weer zien. Dat hopen we allemaal, John. Edwin, jij verdient grote waardering voor wat jij nu in je eentje neerzet op jouw manier. Nou, dat vind ik fijn om te horen, John. Dankjewel. Ik doe mijn best.
Ik weet hoeveel tijd en energie erin gaat zitten en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Dat kan niet, nee, dat lukt niemand. Nee, dat gaat niet. Dat is nog geen 1 jaar gelukt, maar we doen ons best. Hou vol en ga zo door, ook namens meneer Hulligulli. Doe iedereen de hartelijke groeten van mij en ik hoop tot een volgende keer. Groetjes John en meneer Hulligulli. Nou, dus dankjewel John voor het doorsturen. Ja, dat was het alweer voor vandaag. We gaan weer over naar Paul Papers. De Tilburgse kermis en het draaiend vermaak. Ja, het meest kenmerkende vermaak voor een kermis, het is zeker op in Tilburg, is het draaiende vermaak. Alles wentelt en buitelt en draait om een as en verticaal en horizontaal, noem maar op. En de oorsprong van al dat draaiend vermaak, dat is de draaimolen. En de draaimolen werd vroeger carousel genoemd. En dat was in de tijd dat heel veel nieuwe uitvindingen en producten een Franse benaming kregen. En werd tegenwoordig in feite alles wat nieuw is Engelse benamingen krijgt. Kregen vroeger nieuwe uitvindingen Franstalige benamingen. Dus een draaimolen werd een carousel genoemd. En in de tijd dat die dingen dus op de kermis kwamen, vond men sommige mensen dan al angstaanjagend om wijgen zo snel rond te laten draaien. En dan moest je wel mal zijn, om het zo maar te zeggen, gek, om op zo'n ding te gaan zitten. En daar komt dan de meer volkse naam Mallemolen vandaan. En zo kun je dus aan de naamgeving alleen al van de draaimolen, dus draaimolen, mallemolen, carousel, een stukje culturele ontwikkeling zien in de kermis. Dat maakt de kermis nou tot zo'n belangrijk, interessant fenomeen, dat je daar de geschiedenis van de cultuur aan kunt aflezen. Die draaimolen, dat is dus zeg maar de oorsprong van alle draaiende vermaak wat je tegenwoordig op de kermis van Tilburg ziet. Die draaimolen komt van oorsprong uit de Arabische landen. En die zijn door de kruisvaarders is dat idee hiermee naartoe gebracht. En toen die draaimolen hier eenmaal was, toen is men daar heel snel allerlei variaties op gaan bedenken. Zoals bijvoorbeeld een draaimolen waar auto's op stonden, een draaimolen waar fietsers op stonden, zeilbootjes, noem maar op. Dus de draaimolen, oorsprong van alle draaiende vermaak op de kermis van Tilburg anno nu. Waar zijn we deze keer weer aanbeland? Eens even kijken. Volgens mij bij Amerika. Mensen die vorig jaar naar ons programma hebben gekeken, die kennen Co de Laat vast en zeker nog wel. En dit jaar zit Co weer in ons programma, want jij bent nog steeds bezig als kwartjesraper. Onder andere ja, ik ben sowieso als schrijver en dichter heel veel met de kermis aan het doen. Ik geloof dat zo'n beetje iedere Brabantse zender wel iets met mij aan het doen is momenteel in het Brabants Dagblad. Maar waar dus heel erg veel belangstelling voor is, is dus het fenomeen kwartjesrapen. Dat was een oude kermistraditie en die heb ik vorig jaar weer opgepakt. Ja, kwartjes zijn er natuurlijk niet meer, maar ik ben vorig jaar begonnen met geld rapen op de kermis, 's morgens, en daar ook een dagboek over gaan bijhouden. En ja, dat bleek mensen enorm te interesseren en dit jaar doe ik het dus voor de tweede keer en mensen zitten elke ochtend vol spanning te lezen hoeveel ik nou weer heb opgeraapt.
En het is ja, een heel wonderlijk fenomeen. Het is een heel suf onderwerp eigenlijk, waar ik dan elke dag zo literair mogelijk over schrijf. En dan vinden mensen ook heel spannend om te lezen wat ik weer heb opgehaald en geschraapt heb. Ja. De eerste dag dat ik het officieel begon te doen vorig jaar, dat ik met mijn blog begon, riep ik over de kermis. En toen zag ik hier en daar achter de hekken muntjes liggen, daar kon ik niet bij. En toen dacht ik, ja, ik moet ze toch te pakken zien te krijgen op een of andere manier. Anders wordt het heel frustrerend, dat je altijd van die allemaal geld zo niet bij kunt. En toen ben ik op het kermisterrein gaan rondscharren, heb ik twee suikerspinstokjes gevonden en een ijzerdraadje. Daar heb ik het bij elkaar verbonden. En daarmee kon ik dus binnen de harken het geld naar binnen, of binnen de hekken het geld naar binnen harken, moet ik even zeggen. En deze suikerspinstokjes en het ijzerdraadje zijn dus al 2 jaar oud inmiddels. Ik zal ze wel ooit naar een stadsmuseum brengen. Ja. En daar heb ik dus al veel mee onder attracties vandaan gehaakt, achter hekken vandaan gehaakt. En dat werkt heel erg. Je hebt soms dat je stratenlang helemaal niks vindt. En dan ineens €1, €2 en dan weer 3 straten lang helemaal niks. En dan moet je die beste ring nog af gaan lopen, daar is meestal niks. En dan vind je dan ook ineens 50 cent of zo. En het is ook helemaal niet te voorspellen. Het is, er zit geen enkele logica in. En je weet nooit wat je treft. Maar je moet echt heel veel tijd vooruitrekken. Heel goed kijken. En ook heel veel geduld hebben. En ongelooflijk hardnekkig zijn. Je moet echt een beetje als een missie zien. Van ik moet en ik zal heel het terrein uitkammen. En eruit halen wat erin zit. En dan lukt het. Nou, ik heb begrepen dat jij voor ons weer een verhaaltje hebt. Ja, zeker. Daar gaan we gewoon even naar luisteren. Nou, dit verhaal speelt op woensdag op 22 juli in Tilburg. Rond 6:00 begin ik dan. Vrijwel elke ochtend tref ik op een terras in de Stadhuisstraat de twee beveiligingsmannen. Ze kennen mij en mijn actie en informeren geregeld naar de stand van zaken. Kunt al rentenieren, jongen? Als ik vertel over de goede opbrengst van gisteren, zegt een van hen, ik denk dat het vandaag wel rustiger zal worden. Dat lijken profetische woorden. Na Roze Maandag implodeert de kermis vaak een beetje en de raaproute lijkt daar een weerspiegeling van. In het begin althans. Maar als ik op hoogte van Snackworld €1,20 op scharrel, loopt het daarna toch weer aardig op. Bovendien is mijn tocht vandaag niet eenzaam, want mijn geliefde heeft besloten om eens te kijken hoe het er bij mij op het werk aan toe gaat. Ze maakt wat foto's en stuit op het Piersplein op een vondst van een heel ander kaliber. Een duiveneitje, uit een nest gevallen. Het nestje is ergens hoog in de boomwel te ontwaren, maar we kunnen er niet bij. We staan er even sip naar te kijken en leggen het dan maar in het struikgewas neer. Met dit gevoel van lullige machteloosheid vervolgen wij onze weg. De gedachte aan het geknakte vogellevertje steekt onwillekeurig af en toe de kop op en kleurt de rest van de tocht. Dat ik op de karige korte heuvel 60 cent scoor, op de traditionele platzakparade van NS-plein en Bessertring 25 cent en een zeer behoorlijke totaalopbrengst behaal van €4,40 is allemaal leuk en aardig. Maar tegen de tragedie van een gesmoord vogelleventje kan geen geldelijk gewin op. Voor de vorm deel ik u nog wel even in mineur mede. De nieuwe tussenstand. €52,04 plus een lippenbalsem plus 2 balpennen die het nog doen. En onderweg naar hier vond ik ook nog 20 cent. Nou, morgen meer neem ik aan. Maar dat kan me voor nou even weinig schelen. Van deze attractie. Ik vond hem wel heel leuk. Ik vond het super gaaf.
En wat zouden jullie hem voor een cijfer geven? Ik geef hem een 7,5. Ik een 8. Een 10. Ja? Wat vond je ervan? Heel leuk. We gaan zo meteen in draai naar huis, dus ik denk wel een 9. Nou, dat is mooi. En ik denk dat ik in het draai naar huis misschien een 10 ga geven. Ik zou hem wel een 9 geven, ja. Ja, ook een 9. 10. Dus hij is voor herhaling vatbaar? Ja. 8,5? 9. 9? En u een 8,5? Ik een 8,5. Een 9 plus. Ja, gewoon, ja. Nummer 9. Een 10. Oké, 9 en een 10 dus. Ja. Dan was hij dus heel leuk. Ja, heel erg. En waren jullie er al ooit eerder in geweest? Ja, 1 keer, vorig jaar. Oké, dus jullie wouden hem dit jaar weer doen? Ja. En dan wens ik jullie nog veel plezier. Dankjewel. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zwieren en Zwaaien, maar niet getreurd, want morgen zijn we er natuurlijk weer. Tot morgen! Zwieren en Zwaaien werd mede mogelijk gemaakt door Langstraat TV, Café Hoegaarden en het Markiezenhof.